You play it very well, but it's a little bit too academic then. Top, 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 top. No, what I would like to hear is really like, you know, seducing 10 girls from a 10 kilometer distance. You know? Ik ben Leonard Evers en ik ben artistiek leider en dirigent bij het Ricciotti Ensemble. En dat betekent dat ik dus het ensemble dirigeer en nadenk over hoe de tours eruit zien. Het Ricciotti verschilt in alles van een normaal orkest. De mensen die spelen staan, ze dragen normale kleding. De gemiddelde orkestleden zijn heel wat jonger en enthousiaster dan een doorgaans symfonieorkest. En het repertoire is heel verschillend. Sommige mensen die spelen in dat orkest omdat ze het een bepaalde vrijheid geeft. Sommigen spelen het echt helemaal op die sociale missie. Die willen heel erg graag voor mensen spelen waar ze anders niet mee in contact komen. Je moet ook wel een beetje gek zijn, denk ik. Hoezo? Omdat je een miljoen dingen tegelijk moet willen doen en moet gaan doen ook. Dingen die helemaal niet kunnen, zoals 31 stukken instuderen in een week. Het is helemaal niet mogelijk en toch doen we dat. Ja. Je voelt gewoon, er is een hele sterke drive bij iedereen afzonderlijk. En ik denk dat dat het grootste verschil is met een normaal orkest. Hallo jongens. Ik hoorde dat het hout al compleet was. Adviel ook. Cameraploeg is ook compleet. Nou, top. Wie is nog meer compleet? Ik vind het wat traag gaan. Wat jij? Ik ben Rosa de Bruin, tourneemanager van het Ricciotti Ensemble. Ik doe dat al bijna 9,5 jaar voordat ik tourneemanager speelde ik zelf in het orkest en dat heb ik 7 jaar met heel veel plezier gedaan. Ik kwam de facturen online en toen heb ik geen seconde getwijfeld, want het leek me de leukste baan ter wereld en dat vind ik eigenlijk nog steeds. Het is vandaag de 15e, dacht ik, en we zijn op de eerste gestart. Dus we hebben eerst zo'n 6 dagen alleen maar gerepeteerd. Echt van 10:30 tot 10:30 s'avonds. En nu zijn we zo'n 5 dagen op tournee, op 6 dagen. De dagen, je weet het op een gegeven moment niet meer hoeveel dagen je al pad bent. En dan geven we dus iets van 5 optredens per dag. Oké, okay, we're gonna upload very quick and we run after Rianne. Uit de bus. Dat was 1 minuut 34 geloof ik uit mijn hoofd. Wij gaan 2 weken lang op tour door heel Nederland. En in november gaan we naar Cuba toe. Daarom hebben we heel veel stukjes mee die heel Cubaans zijn. En we beginnen met het eerste stuk, dat is de Selecciones del Sol, dat is een soort medley van allemaal Cubaanse dansen. Veel plezier. Voor mij is muziek een van de mooiste dingen die er bestaat op aarde. En dat gun ik iedereen van harte. En ook de mensen, juist de mensen die er niet zo makkelijk toegang tot hebben. En door de muziek naar hun toe te brengen en de glimlach op het gezicht te toveren, nou, dat geeft een heel fijn gevoel. Ontzettend, Arnold. Kom maar voor de test. Je moet eigenlijk met de stok. Het is zo mooi om gewoon zo direct te merken wat het met die mensen doet. En dat is gewoon prachtig als zo'n Arnold, de gastdirigent, als hij tijdens het blazerstuk overal, elke keer als er een andere inzet, een nieuwe ontdekking doet. Wat het dan met mij doet is dat het gewoon meteen kristal helder maakt waarom we dit doen. Jij hebt er een kleurtje van. Dankjewel. Pak even een heel groot applaus van de kleertje. Van de kleertje. Volgens mij ligt gewoon gerust terug. Zo leuk.
het is zo'n tof orkest. Een orkest dat binnen 5 minuten of nog sneller opgesteld staat, ergens een liedje speelt, even vrolijkheid en gezelligheid en muziek en liefde brengt. En dan weer weg is. En heel veel succes met jullie verdere tournee. En straks veel plezier in Cuba. Je ziet gewoon dat ze gewoon ontzettend leuk reageren. De mensen die worden er vrolijk van, worden er blij van. Ze zijn gewoon heerlijk aan het swingen, maakt ze vrij. En het doet ze gewoon goed. We hebben net een flesje wijn gekregen en ontzettend lekkere zelfgebakken appeltaart. Dus die nemen we mee de bus in, want we hebben een beetje haast. De appelplaat-cake-taart mee. Vandaag is wel grappig dat we naar IKEA gingen en daar bijna 2 kilometer door het gangpad hebben gelopen een loopstuk te spelen. Dat was heel erg leuk. En we kregen hotdogs. Dus hoogtepunt van de dag. We brengen echt van alles mee, van hardrock tot salsa tot klassiek. Misschien is dat wel een van de sterkste punten van Tricciotti, dat het zo ontzettend veelzijdig is. Dat zorgt ook voor dat het orkest er ontzettend veel plezier in houdt. Dus het is niet alleen maar hele goede serieuze muziek, maar ook juist afgewisseld met vrolijke jazz en pop en rock en van alles wat. Omdat je met zo'n groep bent, is het best handig om 1 iemand te hebben die een beetje met de dirigent communiceert, misschien wat meer dan de rest. En een beetje een focuspunt te hebben, zodat je binnen zo'n groep wat meer eenheid hebt. Het is een hele relaxte groep en iedereen zet zich echt er heel erg voor in om er iets van te maken. Ja, geweldig. We hebben dus heel veel mensen met verschillende achtergronden. Ik ben echt klassiek violiste en er zitten vooral bij de telefoon een paar mensen die zo ontzettend goed jazz en andere lichte muziek, als je die term mag gebruiken, kunnen spelen. Dat is, daar kom ik echt niet tegenop. Als je zo'n optreden geeft, trek je iedereen in de kamer bij wat er gebeurt. En je besluit met z'n allen om daar naar te luisteren. En dat geeft meteen al een gevoel van samenwerking, van iets samen doen. En ik denk dat dat heel erg een band creëert. Zorgen we ervoor dat het publiek en dat orkest of de muzikus echt onderdeel zijn van 1 bepaalde ervaring. Dat is volgens mij ontzettend belangrijk. De vorige keer hebben we in het café gespeeld, dat is eigenlijk denk ik de beste optie, ook akoestisch. Ja. Omdat het hier ook heel erg akoestisch is. Bij het café zijn we dat jullie vorige keer al de 3e klas zijn. Er worden heel veel mensen verwacht, maar ook heel veel onweer. En ze hadden een tent geregeld, maar die is niet goedgekeurd door de brandweer. Dus we moeten een andere locatie zoeken. We hebben hier vorig jaar ook gespeeld. Er is een heel leuk café boven. Dat is groot genoeg voor het orkest, maar iets te klein voor het orkest en het publiek. Hoeveel tijd heb je nog? Ik heb nog, we hebben nog eventjes. Ik heb nog een half uurtje. Maar we moeten wel nu beslissen, want we moeten kijken waar het publiek naartoe gaat. Dus ik zit even na te denken wat ik kan doen. Nou, dat gaat goed komen. Welkom in this beautiful place. As you see, it is a little bit a challenging situation which we have. We investigated a lot of situations. This is the best one and the only one. Het concept Tricciotti kan je niet een jaar lang volhouden. Het zijn hele heftige, intense periodes. The audience will be in this corridor,
They will sit on the ground and the back will be a little bit elevated. I will be as much as elevated as possible. I know this is quite limited, but I will try. Nu zijn we 3 weken op tour en daarna is iedereen gesloopt en moet echt even bijkomen van alle optredens en alle nachten met weinig slaap en alle energie die gegeven is. Je bent zo aan het pieken op zo'n tournee. Je bent de hele tijd alleen maar spelen, optreden, rennen, vliegen in de bus en uit de bus. En op een gegeven moment zijn je reserves gewoon op, je energiereserves. Hoe jammer dat dat ook is. En dan is het heel goed dat je gewoon even een break hebt. En zodra je dan weer de volgende tour hebt, dan is het meteen weer die liefde van het vorige tournee, komt er meteen weer terug. Ik krijg kippenvel op verschillende momenten als ik sta te dirigeren. Soms van ergernis, omdat het soms heel erg moeilijk is. Dat iedereen gewoon hartstikke moe is. En ik sta daar en ik wil iets ontzettend moois maken. En dan speel je zo'n hondsmoeilijk barokstuk, waar zonder vibrato gespeeld moet worden. Intonatie dus heel belangrijk is. In een akoestiek om te huilen natuurlijk. In een of andere bejaardentehuis, 's ochtends vroeg met een kater en 23, 24 graden. En dan wil ik zo graag er toch iets moois van maken. En je ziet, ja, het lukt gewoon niet. Want iedereen is gewoon, en iedereen wil het ook wel. Maar je voelt een soort frustratie van, dat kan niet. En dan soms dan realiseer ik me ook van, ja, god. We staan ook gewoon hier. En we proberen iets heel moois te maken. En dat is al ontzettend speciaal. Che, la entrañable transparencia para mi amigo Che, de tu querida presencia, amigo comandante Che Guevara, Che Guevara, Wiro, chala la 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 la, eso es, chala la 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 la, eso es, chala la 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 la, comandante amigo Che Guevara. First moment all together in the same room to have a little introduction, because what we're about to do is very special. We're gonna start this Cuban tour. Music counts for everyone, and we should, you know, make this something very special to remember. Enjoy! I woke up at 6:30 this morning because of nerves, actually. Because I was looking so much forward. I just felt like a little child, you know, like his birthday. Like, yes, we're gonna start.
Nodig hebben. En ook voor de mensen die het niet nodig hebben. Daar spelen we het ook gewoon voor. Haha, wat zal ze leren? Ik heb in best wel veel orkesten gespeeld. Dus als je van God speelt, dan dat wil niemand. Dus daar zijn er weinig van. Dus nou ook geen klap aan. Moet je kijken dan, gewoon allemaal kinderen die hier gewoon zodra je binnenkomt in allerlei hoekjes zitten te oefenen. En die gedrevenheid van die kinderen echt als ze spelen, dat is zo ongelooflijk. Ze zitten zo in die muziek. En als ze luisteren naar Ramon, ik zag ze in de hoek zo zitten. Ze volgen echt alles wat Ramon doet. Je ziet ze echt alles willen begrijpen en op akkoordprogressies of hele toffe citaten reageren ze ook.
Dat wil ik echt na. Dat is zo waanzinnig dankbaar. I remember my period when I was studying in the conservatorium. Something like that, exactly. I remember I became 7 years old. I'm practicing piano, classical music, exactly like that. The same process, because these children later go to a kind of competition to be able to get in the high level of school. Hoeveelste dag is dit nu van in Cuba? Weet ik niet, welke dag is het? Dag 3, 4, 3, 2, ik weet het niet. Woensdag? Is het woensdag? Het is woensdag. Oh ja. Het is de tweede dag, toch? Ja. Of ja, met de avond erbij, ja. Hoeveel dagen zijn we onderweg? Ik weet het niet. 4? 3? Volgens mij 3. Nee, hoeveel is het nou? Oké, het is dinsdag. Het is dinsdag. We zijn zondag aangekomen, maandag dinsdag. Oh, het is pas de derde dag. De derde dag. Hoeveel is de optreden? Ja. Zondag, maandag, dinsdag. Maar zondag was repetitie, dus maandag, tweede toerdag. Oké, nou, einde. Ik heb wel eens dat ik de prikkels een beetje veel vind. Want het is wel de hele dag eigenlijk heel veel. En ook de optredens, heel veel energie, kost ook heel veel. En er is altijd overal geluid. En soms vind ik dat dan een beetje moeilijk, maar dan ga ik gewoon... dat is wel een beetje raar misschien, maar dan ga ik gewoon in de wc zitten. En dan word ik even iets rustiger en daar is het dan even stil. Alleen in Cuba zijn er overal hele vieze wc's, dus hier werkt het niet. Hé, hey, Jochem, ik sta al een half uur bij je hoorn. Poepen. Ja. Dat moet ook gebeuren. Dag. Ricciotti, doorplassen en bus! Want het is wel voor de allereerste keer dat zoiets gebeurt. Hè? Dat een heel orkest in het vliegtuig stapt en dan op Cuba gaat spelen. En dan ook nog eens op wonderlijke plekken. Ja, nou ja, goed, dat ik weet wel. En ik denk vooral het op niet-reguliere plekken, dat men dat hier ook, daar moest men wel even aan wennen. Dat was wat ze wilden. Maar ik denk dat in het programma nu heel erg goed gelukt is. Ja, hebben jullie al reacties gekregen op de ambassade of nog niet? Nou, ik was bij het eerste concert en daar waren de reacties echt overweldigend. En ik vond het vooral ontzettend leuk hoe ze vooraf door de straten gingen. En echt met de buurt in gesprek ze meenemen als een soort rattenvanger van Hamelen. De mensen meenemen naar het concert. En dat zag je, daar was heel veel enthousiasme. Donderdag. Dus we zijn nu aan de vierde dag bezig. Ja. Ik heb geloof ik meegekregen dat het donderdag was. Dus als de optreden ga je nu beginnen? Nou, dan moet ik uitrekenen. Ik denk 20 of zo. Iemand houdt het bij en ik ben het niet. Ik vind het een hele bijzondere ervaring. Ik vind het ook heel intensief. Dus voor mij is het denk ik vaak net een beetje te extreem, maar ik vind het wel... Ik vind het wel heel bijzonder, omdat je merkt gewoon, Ricciotti is echt een pleziergenerator, zeg maar. We're allowed to play 1 hour, but I asked Pepito, like, okay, is the problem when we are a little bit longer? And he said, man, you're a fucking orchestra. We don't have a fucking orchestra every day here, so play as long as you like.
deze tour is echt, waren echt heel lange dagen. 7:15 op, 7:30 op. We komen om 12:00 terug bij het hotel. Dan ga je niet meteen slapen, dat kan niet. De verhalen moeten gedeeld worden. Er moet de inside jokes komen erboven. Er wordt een biertje gedronken. En het is een soort van ecosysteem dat gewoon ontzettend goed werkt. Like an addiction, you have to really enjoy yourself while you play, you dance, you laugh, you have a really interaction with the people. Dat is gewoon Ricciotti. Dat is, er is geen orkest en een dirigent en een publiek, maar er is gewoon één geheel en dat ga ik ook missen, verdomme. Het was een fantastisch leuke week en als dat eindigt is dat toch jammer, dat je allemaal weer naar huis moet. En zeker door de extra lading dat het Leonard en Rosa's laatste optredens en tour is. Dat maakt het allemaal wel een beetje verdrietig. Maar er komen een hele hoop reunies. En Ricciottianen verliezen elkaar nooit uit het oog. Elke tour zijn er ongeveer 10 nieuwe leden. En elke tour blijven wij het Ricciotti. Terwijl een kwart van het orkest is dan alweer nieuw bloed die nog nooit het hele Ricciotti gezien hebben. Maar er is iets in de manier van handelen, er is iets in de manier van aan elkaar doorgeven en van elkaar leren, dat denk ik altijd blijft bestaan. En zelfs zonder Leonard, maar met een Koen, en zonder Rosa, maar met een Rosa, komt het denk ik alsnog, komt dat wel goed. Het orkest is fantastisch op elkaar ingespeeld, zeker omdat we ook die zomertoneel hebben gedaan. En alles is deze week samengekomen. Ik weet nooit zo goed wat nou precies al onze missies zijn. Of in ieder geval, dat wisselt per optreden en dat wisselt in mijn brein ook de hele tijd. Maar ik denk dat het contact wat we hebben kunnen maken als symfonieorkest zijnde of als muzikant zijnde, ik denk dat heel geslaagd is. This is the last performance. Why I'm saying this with this smile is because I'm looking forward a lot to this last performance. Because it's good weather, there are a lot of really nice people and we're gonna just enjoy a lot. I think it would be nice if you take all your energy from all your toes up to your smile and make this the most energetic performance we had in the whole Cuban tour. Are you ready? Yes! Yeah.